Heel onverwacht kwam ik je tegen. Oh mijn god, ik viel bijna van mijn kruk. Wat een ziek kut nummer is dit, maar dit kan echt geen toeval wezen. Gijs heeft het nummer uitgezocht en nu kan mijn avond niet meer stuk. Lijkt alweer een hele tijd geleden dat wij samen zaten aan de bar. Wat hebben we toen samen veel gelachen. Mijn haren zitten nu nog in de war. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Ik hou er zo van. Wauw. Oh oh oh. Oh oh oh. Gijs, je bent weg, wat ben je? Gijs. Hey. Wat een slecht nummer is dit, Gijs. Nou heb ik het uitgezocht. Oh god, kom, we gaan eens beginnen met de episode. Hallo mensen van het Gamekanaal, mijn naam is Oostkevin. Zijn naam is Gijs en welkom bij een nieuwe aflevering van Disney. Zoals je net hebt kunnen horen is Gijs al bijna 6 jaar fan van Gerard Joling. En daarom heb ik vandaag dit liedje speciaal voor hem gezongen. Ah, wat aardig ben jij. Kom. I know. Maar wat ik eigenlijk vandaag doen, Gijs? Ik wil eigenlijk dit vertellen. Je kan met ons op de foto. Dit klinkt best wel triest, maar omdat heel veel mensen altijd rondvragen: maak een screenshot, maak een screenshot. Hebben wij het ziek handig voor jullie gedaan, gewoon ons neergezet. Gijs, zeg maar. Op de foto. Oh, wat mooi. De foto met Oostkevin en gtypo. Wacht even. Kliek. Yes. Nou moet ik eigenlijk dit ding gaan bewerken dat net lijkt of het foto is. Maar kom. Zo'n fotogeluidje in beeld, zo van pik. Ja, kom. We gaan naar veel verzoek. Kevin, waar ben je daar? Hier. Kijk, kom. Hallo. Op veel verzoek gaan wij vandaag naar Autopia toe. Dat zijn heel veel mensen. Max gaat er vast heen. Die gaat voorbereiden. Hoop ik voor hem. We hebben net hier onze mooie parodie opgenomen. Ja, onze fantastische zangkunsten van Kevin. Dat is zo mooi. We zijn nu met een paar kijkers trouwens. Het was eigenlijk niet eens een imitatie. Het was meer een zangcursus voor... Voor beginners. Dat vind ik wel een mooi woord. Voor beginners nou. Ik kan best wel zingen, alleen dat liedje kun je gewoon niet zingen. Waarom is Fanta groen? Ik had het eerder geel verwacht. Weet ik niet. Maar deze episode gaan wij dus Autopia doen, wat ik net al zei. Want die Gijs, die zijn we de vorige keer in geweest. Ja, dat weet ik. Hij doet het gewoon automatisch, weet je hoe cool. Ja, best wel. En dit is weer zo'n coole automaat. Oh, Kevin, wil je één ding voor mij doen? Wat wil ik doen? Wil je in de raceauto gaan zitten? Hierin? Mhm. Gaan we hier... What the fuck was dat voor een oerman-kreet? Jezus zeg. Dat was een auto. Holy shit. Ik zit zo van... Oh, dit gaan we even doen. Komt hij aan? Ik zit zo... Ah, mijn oren. Kom Kevin, we gaan in Autopia. Maar ik was een auto! Ja, dat mag je nu. Dat was trouwens een betere imitatie dan die van Gerard Joling. Ja, op zich. we gaan een race houden. Oké. Hoe werkt dit? Even kijken. Hier kunnen we nog niet tijdelijk in. Buiten gebruik. Ik ga links trouwens. En ga jij rechts? Ik heb geen idee wat we moeten doen. Hé, al die mensen dringen voor. Oh Pecht. Shit. Oh shit, we kunnen met z'n allen... Oké, ik ben net iets te laat. Dan ga ik het achterste karretje. Ik wil erin! Haha, ik zit erin. Nee! Kom mee, Gijs. Kom. Oh, zit je in mij? Oké, cool. We gaan een race houden tegen Noot Visser. Noot Visser 3, 4, 6, 5. En Jordi gaat ook mee. En Jordi ook. Cheater! Oh, nee, volgens mij hebben wij gefaald. Waarom? Ik weet uit betrouwbare bronnen niet welke het snelst was, maar we hebben volgens mij gefaald. Nou en? Maakt niet uit, maakt niet uit. Hij rijden wel heel erg snel nu. Ja, ik heb gevraagd of hij sneller ging, dus... We gaan nu plankgas, Kevin, plankgas. Is er trouwens eens gewoon standaard ding die wint of zo? Wat? Hey! Oh, ik ben trouwens, hoe heet het? Hé, kijk, dit vond ik zo cool aan heel deze attractie. Oh, ze hebben gecheat. Ze zitten voor ons. Ja. Nee! Nou, Visser en Snuiver. Weet je, wat mij wel fucking cool leek? Is als hier een texture pack voor kwam, dat als je in deze attractie ging, dat je minecarts gepaint waren als autootjes. Dat kan wel. Ja, dat dus, is, nee, wacht. En ik doe de soundgeluid wel dan van... Maar even een oproep voor mensen die zoiets kunnen en willen doen. Stuur contact via ons, via Twitter of zo. Ik denk dat het makkelijkste is. Hoi Tim, welkom op de randombaan. Tim is hij is een monteur. Hij is gewoon een monteur. Tim, monteur. Oh, zijn het... oh ja, ja, ja. Oké, daar zijn we. What the fuck? Wat is dit voor cheat? Waarom zijn jullie zo ver vooruit? Dat weet ik dus niet. Waarom gaat dit autootje zo langzaam? Gaan wij hier ook in, Gijs, als we in Disney zijn? Tuurlijk. Als hij niet kapot is, want ik heb een vloek, sorry. Als ik in deze attractie wil, dan doet hij het niet. Oh. Wil ik er niet in? Heel veel last van vloeken trouwens. Ja, ik ben vervloekt, heb ik zo'n idee. Een PD-vloek, een Disney-vloek. Een Minecraft-vloek. Ja, dat komt dat je ook zo slecht bent voor deze wereld, Gijs. Ja, ik lach om te veel dingen waar ik niet om mag lachen. Maar wat ik wou zeggen... tweet van Roy. Nou, we zitten met spanning te wachten. Waar? Roy stuurt mij, nice man. Ik weet niet waar het over gaat, maar dat kijk ik straks wel. Nice, yes. Maar wat ik dus eigenlijk wou zeggen, waarom staat Max in de boom? Wat ik wou zeggen, als jij dus zo van die skin overlays dingen kan doen, stuur een tweet naar @altijdKevin of @gtypo. Skin overlays, waar heb je het over? Ja, van die coole texture pack voor deze autootje. Oh ja, is goed, dat is wel nice. We hebben gewonnen, we zijn eruit geknald. Yes. Yes. Oorlog. Wij hebben gewonnen. Yeah. Wij hebben gewonnen. Oh, suck it. Nee, dat is vies. Dat is vies, Gijs. Oh, dat is vies. Vico Trui, jongen. Wij hebben gewonnen. Je klinkt mij echt als een klein kind van 12. Ik ga ook echt een klein... Ik ga me echt gedragen als een klein kind in Disney. Dan moeten jullie mijn ouders spelen. Just kidding, man. Wat? Grapje. Ik ben de volwassene daar. Jullie zijn allemaal nog minderjarig. Oh, dit is de uitgang, oké. Hey, Gijs. Wil je nog een rondje? Ja, is goed. Dan gaan we nu de aflevering te kort. Dan gaan we nu de andere... We kunnen ook deze auto's gebruiken. Wacht even, ga er eens in zitten. Copy-paste van de vorige... Is dat voor de video van Gerard Joling of zo? Zo'n random race auto erin. Kom, nog één rondje, Kevin. Waar moesten we ook alweer heen? Oh, daar. Ik faal. Hier, we moesten nog één rondje en dan hebben we gewonnen. Het wordt wel een beetje donker. Dan hebben we een nachtrace. Een illegale straatrace. Oh shit man, we zijn echt illegaal. Oh, dit is wel leuk. Je ziet ook mensen gewoon random in de attractie gaan. Want als het goed is, wat ik had gelezen, is na deze opnames, kan iedereen erin. Wat, in de server of in deze attractie? In deze attracties die we... Orbitron en... Ja, Gijs, ik ga nu tegen jou, maar jij hebt gecheat, want jij zit nu binnen, dus je gaat nu winnen, denk ik. Ik ga hierin. Daarin. En dan mogen de beste raceauto's winnen. Ja, vooral de beste raceauto's, niet de racer. Nee. Heeft er niks mee nodig. Het is Minecraft. Dag Gijs. Rijden. Oh, ja. Nee, nou, je mag niet mee. Je bent veel te zwaar. Wat? Dat is best... Ik weet, nee, maar het kan zijn dat het ook wel ermee te maken heeft. Als er twee mensen in zitten, dat hij dan trager gaat dan één. Ik zie het. Ik denk het niet, maar... Ik ga winnen, Kevin. Je gaat zieker aan. Ik sla jou. Stomme noob. Kevin. Hallo. Oh, dan moet ik wel weer van die Autopia muziek gaan zoeken. Fuck, waarom moet ik altijd zoveel muziek zoeken als ik deze afleveringen ga maken? Ik heb een zwaar leven. Maar ik haal wel Kevin in, dat vind ik leuk. Later, Kevin! Ciao, bitches! Ik ga over de brug heen. Ik ga je niet uit mijn oog verliezen, Kevin. Oh, je moet best wel ver rijden, weet je dat? Ik zie daar zo'n witte stip in de verte. Kevin, wanneer ga je trouwens een fatsoenlijke skin nemen? Niet, dit is mijn skin. Shit! Nee, kut Jordi! Wat is er dan? Nee. Kevin, waarom praat je zo weinig deze aflevering? Jezus Christus. Hè? Ik was bezig met een geheim plannetje, maar het heeft gefaald. Oké, leuk. Zolang het niet inhoudt command, block en kick, dan vind ik het best. Want die ga ik sowieso een keer gebruiken in een bepaalde server. Welke? Nou ben ik benieuwd. Weet ik nog niet, moet ik nog nadenken. Als jij het weet, laat het achter in de reacties. Waar moet Kevin een command block plus kick neerzetten? En dan met een redstone repeat circuit dat de hele tijd doen. Kevin? Ja? Waar de fuck ben jij heen? Ik ben langzaam onderweg. Ik denk dat dit de attractie is voor minderjarigen. Oh, ik heb het zeg maar ingehaald. Ja, zeg al maar lang. Echt ziek. Je hebt me al ziek ingehaald. Ik ben zeg maar nu bij de finish. Ik heb wel gewonnen. Kijk, want het blokje wordt groen. Wat? Kijk, ik heb gewonnen. Haha. Zit je in die kaart? Ja, volgens mij is dit zeg maar een andere kaart die dan op een gegeven moment hierbij komt of zo. Wat? Een soort van. Je wordt bij de kaart heen geglitst. Nee, Gijs, ik ben klaar. Ik ook, ik sta achter je. Ik heb een medaille gekregen. Kijk. Waar? Ja, die edit je maar mooi om mijn skin heen. Fuck jou, dat ga ik dus mooi niet doen. Zulke soort onzin ga ik niet extra bewerken. Oh, wat? Holy shit. Wat is er? Oh, daar. Hey. Kom, we gaan een einde maken. Ik vond het Oeh. Weet je wat ik het leukste vond aan deze attractie? Dat het op zich best wel geniaal gemaakt is, inclusief die... Ik vond het leukste aan deze aflevering, deze auto. Nou, dan mag jij daar een einde in maken. Dit is jouw moment om de aflevering af te sluiten. Doei.